nou zeg hij die het minst verstand van dansen heeft. Nou, dat heb ik in geen geval. Want ik heb altijd verschrikkelijk veel respect voor die mensen die zo dansen kunt. Ik wil dat ik het kan, maar ja, ik heb de binnen van de stief, dat lukt me niet. Ik zal zeggen, Jannes, onze vaste accordeonist. Hij is er altijd bij als de dansgroep optreedt. Dus je mag hem wel alvast een applaus geven. Ga maar even staan, Jannes. Kijk, dan kun je ook zien hoe zo'n grote kerel of het is. Zeg maar.
En jullie bent natuurlijk wend, tenminste, en hoe ze de dansgroep wel eens vaker gezien hebben, dat ze allemaal in de Drentse feestkledij optreedt, zoals wij door... nee, ik heb er maar één paar bij, echt in feestkledij, door achteraan, Jan en Aukje. Maar de rest, die loopt allemaal in werkgoed erbij en je snapt... De reden daarvan natuurlijk wel, want iedereen van de dansgroep heeft hier vandaag een taak bij de boerderij. Die zit achter de kniepen, die staan er achter de broene bonen. En zo is iedereen hier aan het werk. En dat moet natuurlijk ook, want we moeten met elkaar hier de kar trekken. Maar vandoor ook dat de mensen nou gewoon in werkkleding hier optreedt. De volgende dans die zij voor jullie graag wil doen, dat is de ene die vooral, nou, het oudere publiek, nee, ook de mensen van gewoon middelbare leeftijd wel al, die hebben ze allemaal eerder nog geleerd op die danscursussen, want het is een dans die vandaag de dag zelfs nog geleerd wordt, maar wel een echte volksdans, namelijk de kruispolka. Thank you.